Ik ben Remco Veldhuis, de helft van Veldhuis en Kemper. Onder andere zanger, cabaretier, theatermaker misschien wel gewoon eigenlijk. Ja, dat. Maar dan wel met het zwaartepunt op cabaret en liedjes. Ja, kandidaat zijn bij Wie is de Mol is wel een soort van een klein nat droompje wat uitkomt, zeg maar. Waarin drie dingen die ik helemaal te gek vind bij elkaar komen. Reizen, de menselijke psyche en spelletjes. En dan heb je mijn aandacht wel, ja. Mijn karakter is een beetje een dodelijke combi eigenlijk. Want ik ben bloedfanatiek zodra het om spelletjes gaat. En dan vergeet ik wel eens om sociaal ook te zijn. Dus dat kan nog wel een beetje averechts werken. Maar per saldo hoop ik dat ik met mijn kerntrekken, en dat is toch wel een beetje een soort Einzelgänger met een sociaal voorkomen, nog een eentje kan komen. Maar ik moet echt wel mezelf een beetje gaan afremmen om niet te fanatiek te zijn. Want dat kan ook heel onaardig overkomen. Ik geloof serieus niet in een strategie. Want dat suggereert namelijk dat je kan anticiperen op wat een ander doet. En dat is helemaal niet zo. Dat is ook nooit zo gebleken. Het varieert constant. Dus als er al een strategie is die ik heb, dan is dat improviseren, improviseren en nog eens improviseren. En dat is eigenlijk het volstrekt niet hebben van een strategie. Maar als je dat maar vaak genoeg zegt, dan wordt het vanzelf een strategie. Dus maar enorm aanpassen aan de omstandigheden. Want het laatste wat ik wil is snel weer terug in Nederland zijn. En ik wil ook niet mezelf blind staren op dat ik denk dat ik weet hoe het spel gespeeld moet worden. Dus het zal echt, ja, as we go along, improviseren, improviseren, improviseren. Ja. Nou, als in het verleden behaalde resultaten enige garantie voor de toekomst geven, dan gok ik dat de opdrachten die gaan over ruimtelijk inzicht en puzzelen en heel snel proberen na te denken, dat ik daar, als het goed is, verder in kom dan gemiddeld. Maar je merkt het hoe ontzettend zelfverzekerd dit eruit komt. Dus iedereen kan de mol zijn, dus ik ook. Maar de vraag is alleen of je er een zorgeloze tijd voor wil opofferen. Want als kandidaat meedoen is het vrij relaxed. Het is gewoon een beetje opletten en observeren. Maar mol zijn is 24/7 op je hoede zijn. Als ik meedoe aan spelletjes vind ik het heel leuk om te winnen. Mol zijn is gegarandeerd winnen.